Betere contracten voor maaltijdbezorgers dan taxichauffeurs en alle anderen die werken voor de zogenoemde platformbedrijven. Deliveroo, Uber, noem ze allemaal maar op. Mensen moeten meer rechten krijgen en meer geld. De Europese Commissie gaat daar serieus werk van maken. De bedoeling is dat er een richtlijn komt waar iedereen zich dan in de EU aan moet houden. So we have to make sure the development of the platform economy upholds the labor and social standards which have been established in the EU. If people are missing out on labor and social rights that they are entitled to, then there is a need for acting. Volgens de Europese Commissie zijn er meer dan 500 platformbedrijven in de Europese Unie. Er werken nu 28 miljoen mensen en dat aantal groeit enorm. De Europese Commissie denkt dat 5,5 miljoen mensen daarvan ten onrechte als zelfstandigen worden gezien en eigenlijk in vaste dienst moeten zijn. Europa-correspondent Keisha Hekster. Keisha, ja, de Europese Commissie wil wel vaker dingen natuurlijk. Is dit menens? Nou, zeker hoor. De Europese Commissie wil dat die schijnzelfstandigen gewoon in loondienst komen. Dat ze vakantiedagen krijgen, doorbetaald worden als ze ziek zijn, dat ze pensioen gaan opbouwen. En tot nu toe was het zo dat die schijnzelfstandigen dan zelf naar de rechter moest stappen om aan te tonen dat hij of zij eigenlijk gewoon in loondienst werkte. En dat wil de Commissie nu gaan omdraaien, die bewijslast. Dus straks zijn die mensen gewoon in dienst bij die platformbedrijven. En als dat platformbedrijf daar anders over denkt, dan moet dat bedrijf naar de rechter stappen om dat aan te tonen. Dus dat is wel echt heel anders dan hoe het nu gaat. Ja. En andere EU-landen moeten dit ook willen. Is dat zo? Denken andere landen er ook zo over? Daar moet nog over onderhandeld worden inderdaad. Maar er zijn meerdere landen die al hebben laten weten hoe ze hier naar kijken. Duitsland bijvoorbeeld, Spanje, Portugal en België. Die zijn er positief over. Frankrijk staat niet bij voorbaat te trappelen. Nederland wil het voorstel eerst bestuderen en laat het aan dat nieuwe kabinet. Kan makkelijk nog wel 2 jaar duren voor die landen allemaal op één lijn zitten en voor dit ook echt ingaat. Maar goed om in je achterhoofd te houden dat de commissie met dit voorstel gekomen is nadat ze de uitspraken hebben bestudeerd van meer dan 100 rechtszaken die over de hele Europese Unie zijn gevoerd tegen bedrijven die weigeren om mensen in dienst te nemen. En met die uitspraken in hun achterhoofd is dit voorstel dus tot stand gekomen. En de Europese Commissie wil er in ieder geval mee bereiken dat alles in de hele Europese Unie gelijker getrokken gaat worden. Oké, Keisha, dankjewel. Ja, hoe dan ook, vooral voor Nederland gaat die nieuwe richtlijn nogal wat betekenen straks. Bij ons werken relatief veel mensen als zelfstandigen zonder vast contract. Vakbonden, Keisha had het daar ook over, hebben namens platformmedewerkers meerdere rechtszaken al gewonnen. Maar in de praktijk ligt het toch allemaal niet zo makkelijk. Vooral 's avonds draait de platformeconomie op volle toeren. Boodschappen en maaltijdbezorgers, Uberchauffeurs, ze krijgen hun opdrachten via de app binnen en ze worden via diezelfde app in de gaten gehouden en beoordeeld. Dan ben je geen zelfstandige, maar een werknemer, vindt de Europese Commissie. Want één klein foutje, je wordt geblokkeerd of je krijgt klacht binnen van een klant, dan word je per direct geblokkeerd. En dan voelt je gewoon onderdrukt eigenlijk. Ik heb alleen voor dit heb ik een camera gezet die naar binnen kijkt. Want ze geloven ook ons chauffeurs niet. Ze geloven liever klanten. Daarom voel ik me niet als echt ondernemer eigenlijk. Steeds je bent onderdrukt. Eigenlijk meer een werknemer. Ja, lijkt wel loondienst eigenlijk meer. Taxiplatform Uber verloor 3 maanden geleden een rechtszaak, maar er is nog niks veranderd. De chauffeurs hebben nog steeds geen pensioen, ze bouwen geen vakantiedagen op en worden niet doorbetaald bij ziekte. Gaat dit de wereld veranderen? Nou, er gaat zeker heel erg veel veranderen, maar uiteindelijk moet het wel blijken in de praktijk hoe het uit gaat pakken. Kijk, sowieso pas over 2 jaar wordt de regeling ingevoerd. En tot die tijd zullen de bedrijven heel erg hun best doen om de regels naar hun hand te zetten. Aan de andere kant zullen ze ook proberen om ook andere manieren te bedenken om hier onderuit te komen. Maar de wachtende Uberchauffeurs hier bij Schiphol willen lang niet allemaal in vaste dienst. Niet zolang ze zelf voor de kosten blijven opdraaien. Moet ik van ze een auto krijgen? Moet een brandstof, alles vergoed worden? En dan zou ik wel oké nog zeggen, misschien hè. Je kan niet met je eigen auto in loondienst, kan niet. De platformbedrijven zijn kritisch op het Europese voorstel. Uber stelt dat het werk van duizenden zelfstandigen op de tocht wordt gezet. En ook voor de consument is het nadelig, zegt het bedrijf.